Zelfregulatie is passé, is exit. Er zijn te veel incidenten, coöperaties staan garant voor elkaar en leden pikken dat dus niet meer. Dat ze garant staan en aangeslagen kunnen worden voor het geknoei van iemand anders. En daarom willen we een hele sterke onafhankelijke financiële toezicht houden. Hoofdconclusies zijn eigenlijk dat je die uh, garantiestelling voor elkaar, dus die solidariteit, dat je die in stand moet houden. Dat hele stelsel, dat garandeert dat we goedkoper kunnen lenen. Nou, dat is natuurlijk gunstig voor de sociale uh, volkshuisvesting, dat is één. En twee, dat er een sterker toezichthouder moet komen, een financiële toezichthouder, die niet alleen achteraf kijkt wat is er fout gegaan, hè, maar die tijdens de rit kijkt, gaat er iets fout. En drie... Die moet ook kunnen interveneren. Dus die moet niet alleen maar kijken van is er iets fout gegaan of gaat er iets fout. Die moet kunnen ingrijpen. En vier, er moeten ook eisen, examens tussen aanhalingstekens, gesteld kunnen worden aan nieuwe, maar ook aan zittende bestuurders en toezichthouders. Wat is het rapport zeker niet? Het rapport gaat dus niet over het volkshuisvestelijke toezicht, wat nu bij de minister zit en wat ons betreft daar ook blijft zitten. Het gaat eigenlijk ook niet over de verhouding tussen de raad van commissarissen en de bestuurder. Dat is waar het natuurlijk allemaal begint. Goede bestuurders in die woningbouwcorporaties en goede toezichthouders, goede commissarissen. Nou, daar gaat dit rapport niet over. En in hoeverre is die toezichthouder onafhankelijk ten opzichte van de corporaties? Kan die echt alles overroelen? Ja, die toezichthouder moet echt onafhankelijk zijn ten opzichte van de corporaties. Je kunt dat vergelijken met de Nederlandse bank, die onafhankelijk is van de banken. Hè, die kan dus gewoon interveneren in een bank. Als je een parallel maakt met een rabobanksysteem, waar de Nederlandse bank toezicht houdt op elke individuele rabobank, maar ook toezicht houdt op de rabobank centraal. Nou, zoiets zou je ook in de coöperatiesector in kunnen voeren. We noemen dat dan voor een deel gemandateerd toezicht. Dus een stukje van dat toezicht gaat naar de sector of naar een sectorinstituut zelf. Sociale volkshuisvesting, waar wij pretenderen voor te zijn, dat gaat uit van solidariteit tussen mensen. Je helpt mensen met minder geld aan een fatsoenlijke woonomgeving. Maar het gaat ook uit van solidariteit tussen corporaties onderling. Je hebt in Nederland gebieden waar geen markt is. Als je naar Parkstad Limburg kijkt of Delft-Zeil, Krimpgebieden, Rotterdam-Zuid. Dat is niet een markt waar je lekker even geld kan verdienen. Er moet geld bij. Nou, die corporaties die hebben een onderling garantiestelsel met elkaar. Op twee manieren: via het WSW, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Waardoor ze in feite goedkope financiering aan kunnen trekken. En een tweede manier is via het Centraal Fonds. Als er eentje failliet dreigt te gaan, dan gebeurt dat niet, dan saneren we die middels een heffing door de andere corporaties. Waardoor je eigenlijk naar het financiële systeem uitstraalt. Dit is een degelijk tent, een degelijk systeem. Je kunt veilig en vertrouwd goedkoop je geld aan ons uitlenen. Nou, en doordat we zo goedkoop kunnen lenen, kunnen we de huren laag houden. En dat is precies wat we allemaal voor doen. Waar gaat het rapport uh, aan meehelpen? Nou, het rapport gaat eraan meehelpen dat we incidenten zoals we onlangs in het nieuws hebben gehad, dat we die hopelijk kunnen voorkomen. Dus mensen die uit de bocht vliegen, gewoon niet uh, goed hun werk doen of bewust uh, de zaken besodemieteren, laat ik het maar zo zeggen, dat we proberen dat af te vangen. We moeten niet denken dat we daarmee alles af kunnen vangen. Er kan altijd iets fout gaan. Wat je eigenlijk moet doen, is eerst het interne toezicht goed regelen, commissarissen en bestuurders. Dat is goed geregeld. Het volkshuisvestelijke toezicht moet je goed regelen. Dat zit bij de minister, is ook goed geregeld. Maar het financiële toezicht moet beter geregeld worden. Nu is het zo dat de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds, die kijkt achteraf hoe is het gegaan, geeft dan een oordeel op basis van het vermogen, de vermogenspositie. Nou, het is niet zo dat een bedrijf failliet gaat omdat hij te weinig vermogen heeft. Dat gaat failliet omdat er te weinig liquiditeiten zijn. En je moet dus ook niet uh, zeggen hoe het fout is gegaan. Je moet kunnen ingrijpen tijdens de rit. Nou, en dat moet dus in het financiële toezicht verbeteren.